to sing in full voice. A song of all alike. A song to break the silence. To heal the forest of life. To take the shadows. To be cunning and sly. To stop the evil, the silent ones, and make the world a home again. Elke maandag, tijd voor Indie Spotlight. En dat wil zeggen, we zetten een Indie in die Spotlight. En deze keer is het zo'n typische quasi-indie. Zo'n indie die dan zegt, ik ben een indie, terwijl er wel gewoon grote backing achter zit. Het is namelijk Faye van Zoinks Studios en Electronic Arts. Niemand minder dan EA. Mm-hmm. Faye is groot in de spotlight gezet, Soraya. Er was in ieder geval, nou ja, er zijn een aantal goede trailers verschenen, maar het was weer typisch zo'n EA original, net zoals Unravel dat was. Wat moeten we hiervan verwachten? Veel. Maar echt veel. Ja, ik ben er niet heel goed in, maar inderdaad veel. Ja. Hoewel, toen ik het inderdaad opstartte, het werd natuurlijk wel met heel veel bombardie aangekondigd. Nou, ja. Het goed aangekondigd. Het was een grote persconferentie en dan komt dan in één keer zo'n kleine titel op. Dus dat was goede marketing, zou ik zeggen. Ja, absoluut. Maar daarna merkte ik dat een beetje van, oh, dat is, kijk, en toen was een beetje... Ja, toen is er één trailer verschenen. Dat was echt weer de full extent van EA's marketing money gespendeerd. Ja. Ja, en daarna eigenlijk niks. Dus vandaar dat ik dacht, deze moet ik hier gewoon eventjes in de spotlight zetten. Netjes. Oké, en wat zet je dan precies in de spotlight? Wat kunnen we verwachten? Oké, wat in de spotlight zegt is eigenlijk een open wereld platformer met een schattig beestje, weinig uitleg, wel schattig geluid. Oké. Toen ik de eerste beelden zag, kreeg ik heel erg de vibe van dat het een beetje probeert in te tappen op het succes van bijvoorbeeld een Ori and the Blind Forest. Ja. Het is wederom een wezen wat je niet helemaal goed kan plaatsen. Ik neem aan dat dat Fee is. Dat wordt volgens mij ook niet eens echt heel duidelijk verteld. Maar het is wederom in een bos en het is een beetje magisch en mysterieus en een klein beetje spiritueel en misschien wel psychedelisch. Heb ik dat goed? Ja, absoluut. En het deed mij een beetje denken qua kleuren aan de game Entwine. Ik weet niet of je die kent, weet je, die vogel erboven, die vissen onder, gewoon die kleuren die eruit gewoon poppen. Ori had het natuurlijk veel meer. Het was helemaal echt prachtig. Vee is wel een stukje duisterder. Ik had ook wel echt op punt dat ik dacht, oké, ik zie niks, mag ik alsjeblieft even landen? En je wil gewoon een zaklampen. Alles is een beetje paars, zeg maar. Af en toe is het inderdaad dat je denkt van, wacht, waar zit de rotsen? Waar zit Vee überhaupt, gezien die ook helemaal donker is? Kijk, Ori gaf natuurlijk licht, zo'n beetje. Ja, Vee is donker. Af en toe heeft het natuurlijk wel mooie neonlichten op zich en dat is dan wel weer heel tof. Maar het is in ieder geval qua zien, ziet er prachtig uit. Ik heb ook echt heel veel screenshots gemaakt. Ik denk, oh my god, dit moet ik met de wereld delen. Beautiful. Ja. Maar ik had wel, weet je, het is een klein popje, dus zit sowieso, je hangt al laag onder hem. Mm-hmm. Waardoor in kleine grotten dan, ja, op een gegeven moment zit je gewoon vast. Weet je, dan moet ik maar een stukje gaan springen of zo, dat ik denk, ik zie niks, want... Ja, maar je zegt, het is een beetje een platformer, licht open wereld, maar hoe is de gameplay? Wat ga je doen in V? Nou, dat is in het begin, had ik echt nul idee. Maar je start in ieder geval, het is een hele vage game. Maar juist daarin heel krachtig. Ja. Want je bent dus V, neem ik aan, je bent het poppetje. En je moet dus door middels van zingen, ga je contact maken met de wereld om je heen. Wow. En steeds meer, waardoor je steeds meer verschillende skills developt. Je begint bijvoorbeeld met een of ander rendierachtig iets en dan kan je achterop zitten, waardoor je wat sneller loopt. Mm-hmm. Later kom je ook een vogel tegen en die kan je of begeleiden. Het is een klein schattig vogeltje wat echt wel nodig is. Want in de game wordt niet duidelijk aangegeven waar je heen moet, tenzij je het vogeltje roept. En die wijst eventjes van, oh jee, kom maar, we gaan die kant op. Maar je hebt ook een heel groot vogel, weet je, daar kan je achterop en die brengt je dan van punt A naar punt B. En daarmee ga je dus je wereld gebruiken om verder te komen. Want natuurlijk is daar een verschrikkelijk kwaad. Oh, wauw. Ja, yes, en het loopt op twee benen en heeft armen. Dus ik zag het al helemaal bijvoorbeeld, oh, dit is de moeder natuur die wordt aangevallen door de mens. Weet je, op die manier. Oh ja, oké. Okay. Oh ja, want de evil bad guy villain is dus ook een soort van, is het een metafoor voor de mens? Tegenover het bos, klimaat en niet natuur. Maar ze bedoelen dan ook weer niet kwaad. En dat vond ik heel typisch. Dat was namelijk één grote dikke vogel, dit allemaal eitjes. Heel schattig. Maar Ori, dat doet me denken aan Ori and the Blind Forest. Well, there you go. Maar die mensachtige beest die pakt het dus op om het te gaan offeren. Want daar kwam ik dan later dan achter, omdat ik bepaalde plekken openspeelde. Dan zag ik een muurtekening aan het opofferen waren. Weet je, omdat ze anders, weet ik wat er gebeurde. En toen dacht ik, oh wacht. In hun naïviteit, van oh, we moeten zelf, weet ik veel, een god aanbidden en zo, gaan we de natuur eigenlijk een beetje slopen.
Klinkt als de mens. Ja, een beetje wel. Maar weet je, als ze mij dan zagen, dan gingen ze me wel gelijk je doodmaken. Dus op zich, geheel onschuldig was het niet. Oké. Okay. Ja. Maar dat drijft in ieder geval voort. Om in ieder geval achter te komen, goh, wat is er allemaal aan de hand? En dan elke keer zo'n klein puzzeltje tussendoor om je weer eventjes bezig te houden. Ja, hoe lang houdt dat je bezig? Nou, zeker als je, zoals ik ben, weet je, ik speel af en toe heel relaxed in game. Ik denk, joh, ik heb de hele avond popcorn, wijntje. Ik wou net zeggen, rode wijn. Heerlijk. Ja. Maar als je af en toe ook aan de andere kant van strijd, ik denk, oh, ik heb een uurtje, ik moet even snel. Dat werkt absoluut niet. Je moet gewoon een goede mindset zijn. En ik denk dat je hier, nou, stel je bent natuurlijk super goed, want zijn we allemaal, nou, een uurtje of acht. Uurtje of acht? Ja. Dat vind ik op zich schappelijk. Ja. Maar is het dan ook echt dat je denkt van die acht uur zijn goed gespendeerd? Is de payoff lekker? Heb je ergens voor gevochten? Heb je de natuur gered? Heb je de mens uitgeroeid? Ja, weet je wel, voelt het uiteindelijk na die acht uur als een waardige trip? Want wat ik had met Ori and the Blind Forest was echt dat na het uitspelen van Ori and the Blind Forest was het echt alsof ik net van een dosis truffels down kwam. Want het was echt een psychedelische trip geweest en er was avontuur en er was verwondering en dergelijke. Ja. Hoe is dat met Fee? Nou, op zich ook al, maar het is een stuk rustigere game dan bijvoorbeeld een Ori. Want Ori ga je het hondenbeloentje dood. Ja. En het met Fee is dat niet echt de bedoeling. Dat is niet een gimmick dat je de hele tijd doodgaat. Nee, oké. Het is geen Metroidvania. Nee, en weet je, dat is natuurlijk met Ori en heb je nu met die nieuwe Celeste is het ook. Dat je zo vaak mogelijk dood kan gaan, of juist het minste, weet je, op die manier. Dat je daardoor gepusht werd, maar dat is met Fee helemaal niet. Je hebt meer dan genoeg ruimte om te verstoppen. Het gaat echt om het verhaal en de puzzel daarin. Ik moet zeggen, ik kan me voorstellen dat als je alleen maar adrenaline opwekkende games speelt, dat je denkt, nee. Nee. Maar ik vond het heerlijk. Ik heb ook echt op punt stilgestaan. Ik denk, ga gewoon even lekker om me heen kijken. Dan zag je die vogel langs. Ja. Echt lekker. Ik snap wel dat je dan zegt, je moet er in de juiste mindset voor zijn. Ik denk dat dat met heel veel indies wel geldt, maar in specifiek wel deze. Die willen echt een bepaald gevoel overbrengen. Daar moet je dan ook wel open voor staan. Ja. Zeg maar. Dus inderdaad, een glas wijn of in mijn geval een haffel truffels naar binnen werken en dan dit spelen. En dan heb je in acht uur een goede trip, zou ik denken. Ja. Nee, dus waar kun je het op spelen en hoeveel kost het? Oké, je kan het inderdaad op verschillende platformen spelen. Ik heb zelf PC gespeeld. Mm-hmm. En wat ik allemaal andere mensen zou zeggen, dat is eigenlijk het beste waar je het kan spelen. Maar ik kan me ook wel heel erg voorstellen dat ik gewoon in mijn bedje zit op een Nintendo Switch en ik daar nog even lekker aan te genieten ben. Oh. Dus via die manier kan het ook. En dan ook onder de dekens en zo, dat is wel een goede ervaring. Ja, Dutch oven. Dutch oven, even Dutch oven met Vee, lekker, ja. Heerlijk, en dan voor 20 euro hou je hem dus gewoon binnen. Dus gewoon echt wel een indie prijsje. Ja, nou, je zou je wel kunnen zeggen. Ik denk, voor sommige mensen voelt dat als stevig aan, maar ik denk dat als je een gamer bent die rustige, emotionele, haast symfonische games wil spelen, dat je dan voor 20 euro heb je wel 8 uur wel gespendeerd, denk ik. Heb ik dat juist? Ja, en weet je natuurlijk, je kan er doorheen rushen, hoor, waardoor je inderdaad aan 7 uur zit en toch wel echt die spanning voelt. Mm-hmm. Maar ik raad je aan om gewoon een beetje kalm. En dat bedoelt niet dat het echt super trage game. Dude, rustig. Ja, het is niet op die manier geen walvissenspel. Nee. Maar je moet er even je tijd voor nemen en dan is het denk ik wel meer dan waard. Dat is een geslaagde indie voor de Indie Spotlight, denk absoluut, ik. Ja. Ja. Daarom wilde ik deze niet onthouden. Deze moest. Nou ja, het is ook wel fijn om die payoff te merken. Dat EA ergens achter staat, hebben ze dit gebackt. En dat je dan denkt van, nou oké, dat is toch wel een mooi productje. Dat is leuk voor de indie repertoire. Absoluut. Quasi indie repertoire van, hoewel, van EA. Hoewel, komen ze natuurlijk gelijk op de discussie, is dit dan wel een indie? Ja. Ik vind van wel. Ja, daarom zeg ik ook quasi. Het noemt zichzelf een indie, maar het is eigenlijk niet helemaal onafhankelijk meer. Nee, maar goed. Het is indie genoeg om in de spotlight te zetten. Oké, dat is bij deze dan gebeurd. Bedankt Soraya voor het meenemen van Fee. Ik ga hem denk ik ook oppakken. Het klinkt wel als iets waar ik wel wild op kan gaan. Doen. En bedankt Tom dat je weer naast mij wilde zitten. Mijn vergezellen hier tegenover de mensen. Ja, en we horen ook of jij graag Fee speelt of niet. Of dat je denkt van, nou, het ziet er echt nergens naar uit. Of dat je denkt van, nou, kan ik wel inkomen. Let us know. Ja, als je nog truffels nodig hebt. Nee, dat ga ik niet doen. Ik heb mijn eigen bed shield. Nee. Nou goed. Anyway, tot snel.